Welkom allemaal bij Gesprek aan de Amstel, een nieuw programma dat ik presenteer en wat gaat over prominente Amsterdammers of prominenten die iets vertellen over Amsterdam. En dit is de eerste aflevering van Gesprek aan de Amstel en bij ons is aangeschoven hier in de OBA in Amsterdam zijn hoogheid Prins Maurits van Oranje. Dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol, toch? Ja. Zullen Welkom. We dat maar laten, of niet? Nou, er zijn twee dingen die we hebben afgesproken voor dit gesprek. Sowieso dat het een wat langer gesprek is, want die doet u niet zoveel. Maar ik mag u geen u noemen. Nee, je moet me tutoieren zelfs. Waarom moet anders wordt het eenzijdig tutoieren. Waarom moet ik je tutoieren? Want voel me zo oud. Waarom moet ik je tutoieren? Nou, ik zie niet in waarom we elkaar niet zouden tutoieren. Nou, er wordt gezegd dat volgens het protocol een oranje met u moet worden aangesproken. Hoe zit dat dan? Dat is leuk. Ik heb die protocollen niet geschreven, maar volgens mij, als we met elkaar afspreken dat het je is, dan mag dat ook. Dan kan het gewoon. Dan kan het volgens mij. Maar sowieso. Of je moet heel vasthardend zijn. Nee. Mij maakt het in die zin niet uit. Het is alleen zo dat de grote interviews van je familieleden, die waren altijd in u. En nu is het dus je. Dus we gaan met iets nieuws beginnen dan. We gaan met iets nieuws beginnen. Ja. Oké. Vraag die ik aan jou heb, ja, is, we hebben dit interview, we doen het, maar we hebben afgesproken sowieso dat we het niet over je familie zullen hebben. Daar hebben we vooraf een afspraak over gemaakt. Kun je misschien zeggen waarom? Nou, omdat het ging over Amsterdam, het ging over mijn band met Amsterdam. Eigenlijk weet je ook, ik doe dit soort interviews bijna nooit. Ja. En we vinden het altijd lekker om een beetje medialuw te blijven. En ik denk dat we hierna ook weer gewoon lekker medialuw blijven. Maar dat is een gesprek, denk ik, tussen jou en mij en niet, ik bedoel, over anderen praten, dat laat ik graag aan ze zelf over. Precies. Dus, en als het onderwerp aan bod komt, kunnen we altijd. Dus als je familieleden ergens anders een interview willen geven, prima, maar mogen ze niet zelf over weten. Hen. Nee. Nou, maar dan is het ook voor u thuis, de kijker, duidelijk dat we dat niet doen. Maar we gaan het over heel veel andere dingen hebben. En eigenlijk het haakje voor dit gesprek is Koningsdag. Dat komt eraan. In Amsterdam is het altijd een groot feest. Dit jaar hoorden we dat de gemeente van alles gaat doen om wildplassers tegen te gaan. Dus dat wordt eigenlijk voor de komende Koningsdag het thema. Het thema wildplassen. Heb je wel eens Koningsdag gevierd in Amsterdam? Of, ik heb nog nooit Koningsdag gevierd in Amsterdam. Waarom niet? Omdat wij het altijd met de familie, we hebben het vroeger gevierd op Soestdijk. En daarna zijn we het rondreizend circus geworden. En zijn we eigenlijk de landen ingegaan. En dat doen we nog steeds. Daar zijn we eigenlijk altijd bij. Ja. Als neven en nichten. Vind je dat niet jammer dat je dan niet in Amsterdam kan zijn? Want je woont en werkt in Amsterdam. Ja, toen ik student was, ben ik een aantal keren zijn we op Koninginnennacht, heette dat dan. Zijn we in Amsterdam geweest. En dat was superleuk, maar ook super druk. En ik vind het ook prima om een beetje uit die drukte te blijven. Ja, ja. De drukte hou je niet van. Nee, te veel mensen bij elkaar is nooit mijn grote mijn ideaal geweest. Nee. Maar Koningsdag in Rotterdam dit jaar, hè, daar gaan jullie dan heen. Ja. Daar gaan jullie mee. Ja. De zogenaamde Apeldoornse tak. Jullie zijn daarbij. De Apeldoornse tak, ja. Maar dat gezegd hebben, dat is dan toch ook drukte? Ja, dat is ook drukte. Natuurlijk is het drukte, maar weet je, dat is drukte op een andere manier. Er staan niet met z'n allen te holsen op hetzelfde punt. En, nee. Ik vind het altijd lekker als je ergens bent dat je weg kan. Weet je? En dat had ik wel als je dan op het Koningsplein stond. Dan was het zo ontzettend druk. Weet je? Hier in Amsterdam. In Amsterdam zoveel mensen bij elkaar. Ja, ik word er een beetje claustrofobisch van. Ja, maar dat zal wel mijn afwijking zijn. Ja, ik hou er ook niet van af, die drukte. Ik ga meestal de stad uit met Koningsdag. Ja. Nou, wij dus ook. Ja, nu dus ook. Maar naar die andere mooie stad. Ja. Dat gezegd hebbende, als we kijken naar Koningsdag. Dat vieren in Amsterdam, dat doen jullie niet. Maar ergens anders wel. Maar wonen en werken 365 dagen per jaar in Amsterdam. Ja, waarom? Waarom heb je gekozen voor Amsterdam? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb gestudeerd in Groningen. En in 1994 ben ik eigenlijk daar weggegaan. En zijn we, ga je een beetje kijken waar ga je heen, waar ga je werken, waar ga je stage lopen. En dat was toevallig in Amsterdam. En eerst bij een vriendje van mij onderdak gevonden. Die had een mooi groot huis. En daarna zijn we gaan kijken naar een eigen woning. Eerst met mijn broer en daarna met mijn vrouw. Dus daar hebben we weggegaan. Dat is zo goed bevallen. Ja, ja. En wat bevalt dan zo goed aan Amsterdam? Is het dat je anoniem kan zijn als prins? Of hoe moet ik dat zien?
Ik denk, kijk, Amsterdam is een, en ik denk ook dat je in elke grote stad wel hebt, in Den Haag of in Rotterdam, maar dit is toevallig Amsterdam en het is leven en laten leven en ik vind dat ze dat heel fijn doen, weet je wel. Of je nou in je smoking ergens heen gaat, in je pak of in je oude t-shirt, en niemand is veroordelend, weet je wel, want het is een mooie mengelmoes van mensen en ik vind dat Amsterdam heeft, eigenlijk alles heeft, het is eigenlijk een dorp, hè. Als je vergelijkt met andere internationale steden, is het niet zo groot qua oppervlakte. Nee. Je hebt alles, je hebt heerlijk eten, je hebt mooi uitgaan, cultureel kan je van alles doen. Dus ja, ik bedoel, heerlijk. Ja. Maar mensen staren en wijzen dus niet in Amsterdam? Nou, Amsterdam is zeker niet, nee. 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 En gebeurt dat wel als je buiten Amsterdam komt? Dan val je meer op als je er niet. Weet je, in Amsterdam let niemand. Ja, je buren letten op een prettige manier op elkaar. Ja. Maar als je in kleinere dorpen komt, dan valt het meteen op dat je niet daar hoort. Weet je wel? En dan is het, oh, je hoort er niet. Oh, wacht even, maar ik ken je wel ergens van. Ja, en dat is niet kwalijk bedoeld, neem ik aan. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar dat zou voor jou ook zo zijn als je daar rondloopt, dat je denkt van, jij hoort hier niet. Maar of goed, jij woont hier niet. De mensen kennen jou en je vrouw uit de media. Ja, maar dat is inmiddels zijn we natuurlijk zo weinig in de media ook bewust dat de mensen hier niet... Ja. Is dat bewust dat jullie minder in de media komen? Nou, het is nooit mijn ambitie geweest om veel in de media te zijn. Nee? Je bedoelt, nee. Want wij hebben, ik denk, daar hebben we het al eerder een keer over gehad. Net zoals iedere Nederlander moeten wij gewoon ons leven verdienen. Moet je het zelf doen. Dus, verdienen? Ja, gewoon je geld verdienen. Weet je wel, de blauwe envelop die valt net zoals bij iedereen elke maand binnen en die moet wel betaald worden. Ja. Dus ja, dan is de vraag, waarom zou ik actief in de media zijn? Want voor mijn werk helpt het niet. Is het niet en ik vind het ook prettig om zo anoniem mogelijk te zijn. Ja, je bent geboren waar je bent geboren. Daar heb je niet zoveel over te zeggen. Maar ik vind het, ja, als ik mijn leven en als mijn kinderen hun leven, moeten ze ook helemaal zelf opbouwen. Is het lekker om anoniem, in die zin, niet zo actief in de media op te zoeken. Nee, dat doe ik dus eigenlijk ook nooit, ook niet voor verjaardag. Maar even nog wel, 25 jaar geleden zijn jullie getrouwd. Er was veel aandacht voor in de tijd. Natuurlijk het eerste huwelijk van een oranje van die generatie die er was. Daar kun je dan ook niks aan doen. Maar dat is zo en er is in de eerste tijd heel veel media-aandacht voor jullie geweest. Ja, maar dat begrijp ik ook. Ja? Ik heb natuurlijk een hele knappe vrouw, dus die krijgt dan heel veel aandacht. Nee, dat is niet zonder gekheid, want dat is nog steeds zo. Maar wij zijn als eerste getrouwd en dat vonden mensen hartstikke mooi. Maar wij hebben nooit echt om die aandacht gevraagd, weet je. Die was er. Die was dus er gewoon. Op het moment dat we ons een beetje konden terugtreden, of ons terug konden trekken, hebben we dat gedaan en doen we nog steeds. Ook met onze kinderen, want onze kinderen hebben geen titel, die zijn nergens lid van, dus die moeten hun eigen leven maken. Want voor de goede verstaande thuis, de wet op het koningschap zei dat toen je neef koning werd... Ja. Jullie, uit de lijn van de troonsopvolging ging. Ja. En dus daarmee is er helemaal geen reden meer. Behalve dat je familie bent en dat je met z'n allen een familiebeeld geeft. Mm-hmm. Is er helemaal geen reden om actief media op te zoeken. Ja. Dus jullie willen het liefst gewoon burgers zijn? Ja, nou ja, goed. Zoals andere Nederlanders. Zoals iedereen. Je bent je bewust van een wat andere positie. Maar als ik hem niet hoef op te zoeken, hoeft het niet. Dus soms, daar hebben we het over gehad, in sommige bladen begrijpen ze dat niet. En is er iets aan de hand? Nee, er is helemaal niks aan de hand. Sommige mensen begrijpen niet dat het ook lekker is om in de luwte te proberen te leven. Maar als we daar dan toch over hebben, die roddelbladen, die zeggen dus eigenlijk dingen die niet kloppen. Daarom heet het een roddelblad. Ik zou graag willen dat ik een heel klein beetje van de imagination heb die zij hebben. Van de dingen die ze verzinnen. Want op het ene moment is het hier, op het andere moment is het daar. En de realiteit is dat we al 30 jaar gelukkig samen zijn en 3 gezonde kinderen hebben. En met z'n 5 een prima leven hebben. Maar goed, dan is dit dan bij deze het podium geweest om dat even recht te zetten. Nee, want het blijft gewoon komen, weet je. Ik bedoel, zij hebben een commerciële rol, zij moeten de bladzijde vullen. Er moet een verhaal komen. En het ene moment ben je ongelukkig en gescheiden en doe je er niet meer mee. En het andere moment is alles weer helemaal goed. Ja, weet je, je moet er ook niet te veel aandacht aan. Hoe voelt dat? Ja, je moet het niet lezen. Nee.
Maar er zijn wel meer fora waar je niet op moet lezen. Maar je kan eraan ontsnappen, neem ik aan. Of wil je eraan? Ja, nou goed. Nou, sommige mensen, hè, bedoel, dat merk je. Sommige mensen lezen het wel en die nemen het serieus. En die beginnen te bellen, is alles goed. En dan moet ik altijd van een hele andere planeet komen. Ja hoor, alles is prima. Ja. Maar goed, laten we niet veel. Er is er niks aan de hand. Nee. Maar we gaan nu een fragment zien van Sale uit 2015. Want Sale was in 2020 er niet, nee, vanwege corona. En wat doe je dan op Sale? Want ben je ineens wel de representant. Ja, maar representant. Kijk, wat misschien leuk is om te zeggen, ja, is dat we veel eerder, ergens volgens mij in 2005, zijn we met een groepje ondernemers. En dat zal ik zeker niet de credits voor nemen, maar dat was een vriend. En die heeft gezegd van luister, het is leuk om als zeiler en betrokken bij de stad Amsterdam en ondernemer, te kijken of we een groep mensen kunnen verbinden aan Sale. Want dat werd de Sales Sociëteit. Uh-huh. En er zijn een aantal ondernemers die jarenlang gewoon elke keer geld in het laadje brachten voor Sale. En dat hebben we denk ik 5 of misschien wel langer jaren gedaan. En toen mijn neef koning werd, toen hebben we eigenlijk die rol, was het niet helemaal onlogisch om te zeggen, als er dan iemand van de familie daar aandacht aan besteedt, ja, doe jij dat maar. Ja. Dus we gaan kijken. De fragmenten van Sale. We kijken hoe jullie dat dan doen. Mag ik letten? Foto samen. Oogheid. Even een foto samen. Even een foto samen. Ja, ook goed. Hoe was het, Maurits? Geweldig. Ja? Ja. Sale had niet mooier kunnen beginnen. Nou. Dit was net na de zomervakantie, neem ik aan. Nou, dat was net na de zomerbank. Nee, dit was inderdaad. Sale is altijd in augustus. Dus ze waren net terug van vakantie. Oh. Dus dat helpt, hè? Maar dit ziet er best wel prinselijk uit. Dat kan ook. Dat kan dus dan wel. Natuurlijk kunnen we er netjes en leuk en verzorgd uitzien. Ja, dat moet nog. Maar dit is interessant om te zien. Maar jullie zijn dan eigenlijk hybride. Dus soms wel, nee, soms je bent, niet. Nee, je bent niet hybride, je bent wie je bent. Alleen soms heb je een rol en soms heb je een andere rol. Weet je? Want op het ene moment ben je vader, het andere moment ben je mededirecteur in een bedrijf. En op het andere moment vervul je een functie. Ja. Even kort nog en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Jullie doen onder andere zet je in voor het Rijksmuseum, Vondelpark, ja. Ronald McDonald Huis, gedaan. Ja, gedaan. Gaan jullie nog meer van dat soort dingen doen of is het de bedoeling om dat af te bouwen? Nee, maar niet ongetwijfeld. Maar er komen altijd weer dingen op je pad en waar je mee bezighoudt. Mijn broer heeft het ook gehad, die was ziek en die heeft nu een heel fonds wat elk jaar heel veel geld ophaalt. Ja. Ik hoop niet dat we datzelfde pad. Er komen altijd weer dingen op je pad en daar moet je dan, daar rol je in of daar, helder, daar meld je jezelf voor aan als je het graag wil. Een van de redenen voor dit gesprek was ondernemen in Amsterdam. Want je bent ook duurzaam ondernemer van het bedrijf Sunrock. Ja. Heel veel mensen kennen dat niet. Wat is Sunrock? Sunrock is een ontwikkelaar, investeerder en beheerder. Met name van duurzame energie. En wat doen we? Wij ontwikkelen grote, met name dakgebonden zonnesystemen. En managers, een mooi woord. Dakgebonden zonnesystemen, heel mooi woord. Met name grote daken. Er is een heleboel partijen doen op land. En wij doen eigenlijk alleen grote logistieke hallen, grote industriële gebouwen. Dus dat is een niche. En daar dus jullie leggen zonnepanelen en zonnecellen? Ja, dat zijn dezelfde. Dus een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Zeg maar. Ja, dus ja. Wij leggen, of wij investeren dat het er is. Dus dat doen we op risico. En exploiteer je dat voor de 25 jaar daarna. En dat doen jullie vanuit Amsterdam? Dat doen we vanuit Amsterdam. En Sunrock is 2 jaar geleden, 3 jaar geleden overgenomen, toch? Nou, we zijn. Kijk, ik ben het niet begonnen. Want het is begonnen als investeerder in bestaande parken, met name in het buitenland. Want daar had je al subsidie. Dus het is begonnen als een investeerder echt. En we hebben dat vanaf eind 2017, half 2017, omgebouwd naar een ontwikkelaar. Waarbij je dus eigenlijk op risico echt gaat bouwen. En dat is het moment, ik ben via erbij gekomen en toen waren we met 5, 6 man. En we zijn nu met z'n, ik weet niet meer precies hoeveel, want het gaat best hard.
Maar nu met denk ik 130, 140 mensen. 130 mensen lopen daar rond. Maar we zitten nu Duitsland, Frankrijk, België, Nederland. En dat gaat ongetwijfeld nog naar andere landen. Ja, ja, ja. Dus jullie zijn ook breder aan het kijken. Ja. Buiten Nederland. Buiten Nederland. Moet dat? Ja, want in Nederland zie je, als je een ambitie hebt om Europa duurzaam te helpen verduurzamen, of duurzaam te helpen verduurzamen, mm-hmm. dan merk je dat je breder moet kijken dan alleen de landsgrenzen. Dat is met alles zo, dus, want stikstof houdt niet op bij de landsgrens, bij wijze van spreken, en energie ook niet. Dus, in Nederland merk je dat je heel snel door wetgeving tegen de grenzen aankomt van wat kan. We hebben congestie, dat is een mooi woord dat je eigenlijk gewoon niks kan aansluiten. Dat betekent ook dat je niet duurzaam kan bouwen. Nee, dus dat betekent dat er eigenlijk te weinig elektriciteit is. Nee, dus wel genoeg. Maar je kan het niet aansluiten. Je kan niet aansluiten. Dus partijen bouwen, die krijgen dan geen aansluiting. Of ze kunnen niet terugleveren. En dat is, dus dat betekent dat je zonne-energie hebt, wil je graag terugleveren. Ja. Deels voor eigen gebruik, mm-hmm. maar ook deels aan het net. Voor andere gebruikers. Want uiteindelijk moeten we natuurlijk in Nederland, als we naar 2030, 2035, en ik zal niet allerlei interessante getallen gaan hanteren, maar mm-hmm. 40, 50 gigawattuur aan energie, het is eigenlijk te laat, terawattuur. Het zijn enorme hoeveelheden energie, maar als je kijkt naar de energievraag, dan heb je dat ook nodig. Dus je hebt... En hoeveel, wat is even gewoon voor mij als leek, wat is 1 megawatt? Hoeveel elektriciteit? 1 megawatt is ongeveer de helft van wat een, of misschien een derde van wat een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt aan energie. Op jaarbasis? Op jaarbasis. Ja, dus als je 100 megawatt hebt, dan heb je dus 100 keer dat. Ja, en we hebben nu, even kijken, denk 600 megawatt gebouwd en in ontwikkeling. Dus dan weet je, Ja. Nou, dat is best wel veel. Dat is best wel veel, maar dat is nog veel te weinig als je kijkt naar wat de transitie echt maar moet eigenlijk brengen. Zeg je dus, in Nederland lopen wij tegen muren op en wij kijken naar het buitenland, want daar kunnen we makkelijker... In Nederland lopen we tegen muren op, maar dat probeer je natuurlijk nog zoveel mogelijk te ontwikkelen en je probeert slimme oplossingen te vinden, want dat moet. We moeten gewoon slimmer en iedereen zit vast aan zijn eigen protocollen. Een netbeheerder, zoals Tennet, mm-hmm. mag bepaalde dingen niet. Liander mag bepaalde dingen niet. Wij mogen bepaalde dingen. Ik mag niet aan mijn buurman direct leveren. Dat moet via afspraken of dat moet via de hoofdleidingen. Dus dat soort dingen moeten we gewoon, daar moeten we slimme oplossingen voor gaan vinden met elkaar. Ja, precies. Want er is heel veel ruimte. Dus nog, als we met z'n allen willen verduurzamen, dan moet dat ook gebeuren. Maar is er een land in Europa waar het wel het makkelijkst gaat? Waar jullie zitten? Waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen? Dat is een goede vraag. Kijk, Nederland heeft op zich helemaal niet slecht gedaan. Alleen als we kijken naar wat er nog moet gebeuren, dan moeten we met elkaar kijken wat zijn de belangrijkste barrières en hoe nemen we die weg? Hoe proberen we daar slimme oplossingen voor te krijgen? Kijk, want nu zit iedereen naar de muur te kijken. Ja, er staat een muur. Nou ja, oké, okay, er staat een muur. Kan niks doen, er staat een muur. Maar eigenlijk wil je zeggen, ja, waar wil je heen? Dus dat is een ondernemer altijd zo. Je kan je richten op de beperkingen, maar je kan je ook richten op de mogelijkheden. Ja, precies. En dan zeggen van, ja, hoe kunnen we daar met elkaar op een verstandige en slimmere manier aan werken? Zonder dat je een heel raar net bouwt. Kijk, en de subsidie is, dat is altijd gevaarlijk om te denken van, ja, jullie krijgen overheidssubsidie. Nee, duurzame energie, daar heb je een bepaalde energieprijs voor. En de overheid heeft een soort garantieprijs gegeven. Hè. Dat heette de SDE, de subsidie duurzame energie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet meer dan een prijs die je gegarandeerd krijgt voor je stroom. Maar de realiteit is geweest dat de stroom de afgelopen tijd veel hoger is geweest. Dus het kost de overheid eigenlijk geen geld. Maar je hebt die subsidie nodig om financiering te krijgen. Om grootschalig te kunnen financieren. Misschien niet voor één projectje, maar als jij 100 projecten tegelijkertijd wil doen. Als jij echt, dan heb je institutioneel geld nodig. Dus van banken. En die banken die zeggen, ja, leuk. Maar als ik veel te veel geld in een bepaalde sector stop, dan loop ik risico. Dus daarvoor heb je een subsidie nodig. Die subsidie zorgt ervoor dat je het kan financieren. Het nadeel is, de afgelopen tijd is de subsidie zo hard naar beneden gegaan. In Nederland. En de kostprijs is omhoog gegaan. Dus het is nu in feite duurder om te bouwen dan de energieprijs die je ervoor krijgt. Maar hoe zit dat nou in Amsterdam? Want als we teruggaan naar Amsterdam, daar zitten we onder andere ook voor in dit gesprek. Ja. Amsterdam heeft sinds 2018 een ambitieuze agenda op het gebied van zonne-energie.
Alle daken moeten vol liggen, zegt het college. Ja, ik zie je lachen, maar het is er staan een aantal mensen niet met elkaar, heb ik het gevoel. Hoe zit dat hier dan in Amsterdam? Want ik heb het opgezocht. Het college was behoorlijk op dreef. Dat heeft de Rekenkamer aangegeven. Er moest 250 megawatt gerealiseerd worden in één collegeperiode. En in 2020, halverwege de vorige collegeperiode, was al 124 megawatt voor elkaar. Ik vind het interessant, want als je kijkt bijvoorbeeld het grootste gebied waar je de meeste energie vandaan kan halen en waar ook in de toekomst de meeste energie opnieuw gebruikt moet worden, is het havengebied van Amsterdam. Okay. Daar is het heel erg moeilijk. Daar heb je, als we dan toch in megawatten praten, zeg maar, heb je... Een paar weken geleden hebben we dat geïnventariseerd. Ongeveer 200 megawatt potentie. En ik denk dat daar misschien 10 of 12 van gebouwd is. In het havengebied? Ja, misschien 20 nu. Weet je, nu. Dus nog geen tiende. Oh. Terwijl we, als we kijken naar alle schepen, moeten zo meteen aan wal stromen. Want die liggen nu nog, al die schepen in de Amsterdamse haven liggen nu nog op een eigen diesel. Daar wordt natuurlijk geen Amsterdammer, wordt daar vrolijk van. En by the way, de hele omgeving niet, want dat helpt niet en dat is niet heel erg schoon. Mm. Dus als die allemaal aan wal stromen moeten, los van de vraag van Amsterdam zelf, is daar een gigantische vraag. En dat soort daar moet je gaan nadenken. Van ja, de vraag van de ondernemers in het havengebied is er. Ja. Er komt zometeen ook een verplichting dat het moet. Maar op dit moment is het ongelooflijk lastig. Maar waarom is het dan zo lastig? Ja, ik zal je de details besparen, maar... Nou, in een notendop. In een notendop, je hebt een aantal... als jij een dak vollegt, heb je erfpacht. Dat heeft erfpacht. Daar moet een bepaalde garantie voor gegeven worden. Die garantie krijg je in Rotterdam en in Moerdijk en ook in Zaandam. Mm. Maar Amsterdam denkt daar toch wat anders over. Want naar de redenen kan je alleen maar gissen. Maar wat we zien is dus dat doordat de medewerking beperkt is, laat ik het zo netjes formuleren. Ja. En er ook niet echt een druk is van de medewerking vanuit de gemeente? Misschien vanuit de gemeente. Maar je ziet het havenbedrijf en gemeente, die zullen ongetwijfeld veel met elkaar praten. Mm. Maar er was laatst een borrel waar deze onderwerpen werden besproken. En daar waren wij, ik denk dat wij het absoluut de grootste ontwikkelaar zijn. We zijn een van de grootste ontwikkelaars in Nederland, dus zeker in Amsterdam. Ja, die worden dan niet uitgenodigd. Ik denk bij mezelf, dat is toch niet heel erg slim. Jullie waren niet uitgenodigd? En dat was eigenlijk de trigger. Dan, ja? Ja, ik denk van, joh, we waren niet, waarschijnlijk onbewust niet uitgenodigd. Maar ik denk toch, dat is onhandig, want we moeten met elkaar oplossingen vinden. Wij kunnen helpen daarmee. Maar goed, ik heb het opgezocht, want we hebben het hierover gehad. En er is een vakblad, dat heet Solar Magazine. Ja, dat ken je waarschijnlijk. Dat kennen we zeker. en die melden dat in het havenbedrijf aan de Kopraweg 4911 zonnepanelen in gebruik zijn genomen door het havenbedrijf. Dus er gebeurt dus blijkbaar wel wat. Ja, maar als je kijkt naar de totale potentie en naar de vraag, dan moet nog heel veel meer gebeuren. Is dit heel veel of is het weinig? Want het is niet zo heel erg veel. Niet veel. Het is niet zo heel erg veel. Nee. Oh. Als je kijkt naar, bedoel ik niet onaardig, maar als je kijkt naar Rotterdam en je kijkt naar de Maasvlakte, daar wordt echt een enorme hoeveelheid meer neergelegd. Maar echt. Maar waarom strookt het dan in Amsterdam niet? Omdat Amsterdam al een gevoel heeft. Kijk, ik vind Amsterdam een heerlijke stad. Ik proef een bepaalde ontevredenheid hier. Nou, ik vind Amsterdam is een heerlijke stad, weet je. Ja. Maar Rotterdam heeft wel zoiets van, oké, jongens, wat is het probleem? En transparantie is altijd belangrijk. Een hoop mensen denken, ja, maar jullie verdienen er heel veel geld aan. Ja. En daar krijgen wij niks van. Nee. Dus, dat kan ik zo wegnemen, want wij zijn altijd volledig transparant in wat het kost en wat het oplevert over 25 jaar. En die marges zijn niet heel erg dik, helemaal niet met deze subsidies. Dus, maar het probleem, er zitten dus allerlei vooroordelen in de partijen met wie wij praten over wat er wel verdiend wordt, wie welk risico moet lopen. Ons probleem is, wij bouwen op een bepaalde manier. Wij bouwen met institutioneel geld. Partijen hebben bepaalde randvoorwaarden. Daar kan ik niks aan doen. Ja, en als ze het risico niet nemen, dan bouwen we ergens anders. Dan bouwen we Rotterdam. Ja. Maar ik als Amsterdammer denk bij mezelf, ja, dat is doodzonde. Dus mijn oproep is eigenlijk, luister, laten we proberen vooral weer bij elkaar aan tafel te komen. En te kijken naar waar we willen uitkomen. En dan kijken wat de onoverkomelijke knelpunten zijn. Nog eentje dan. Verantwoordelijk wethouder Zita Pels van GroenLinks. Die zegt in datzelfde Solar Magazine, wat je ook kent,
We streven ernaar om voor 2040 alle geschikte daken in te zetten voor de opwek van zonne-energie. Het is ongeveer 1100 megawatt piek. Dat gaat lukken. Gaat dat lukken op deze manier in 2040? Niet op deze manier dus. Nee, dat denk ik niet. Nee, want er worden wel daken ontwikkeld, maar dat zijn individuele partijen die misschien zelf investeren. Maar als jij grootschalig wil uitrollen, en dat zien we gewoon in heel Nederland, en dat zien we... met name in alle haven en grote industriegebieden. Ja. Ja, dan moet je dat op een verstandige en slimme manier doen. En dat... Hebben jullie wel eens contact dan met de gemeente, met de wethouder? Zeker, niet met deze wethouder, wel met de voorganger. Oh, dat was Mariek van Doornik. Ja, en dat was een heel goed gesprek. En je merkte toch waarom het op de een of andere manier... kijk, ik denk het is heel onder... Wij zijn ondernemers, weet je. Ik ben geen politicus, dus misschien raak je een verkeerde snaar. Of misschien heb je een keer wat onaardigs gezegd. Dat kan, hè. En daar bied ik dan altijd mijn excuses welgemeend voor aan. Dat is niet de bedoeling. Maar uiteindelijk heb ik ook naar de medewerkers, naar de aandeelhouder, naar iedereen... hebben we gewoon een target te halen. Ja. Dus ja, als het niet hier kan, dan zeg je, jongens, ik vind het ontzettend jammer... Ja. Maar ik vind het ontzettend jammer, want ik zie de vraag en ik zie de potentie en ik denk, ja... Oké, okay, maar is dat dan niet een idee om een keer met die mevrouw Pels te gaan praten? Zeker, maar dat gaan we ook wel weer doen. Ja, maar het is nog niet gebeurd. Het is nog niet gebeurd. Oké, okay, maar die mevrouw die zit er al, de wethouder zit er al een jaar. Ja, maar goed, wij zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig en wat je het afgelopen jaar hebt gezien... is waar we het net over hadden, is dat de kostprijs is enorm omhoog gekomen. Mm-hmm. Subsidie is naar beneden gegaan, dus eigenlijk moeten we nu weer wachten op een volgende subsidieronde... om eigenlijk op een hoger prijspeil opnieuw subsidie aan te vragen... om te zorgen dat het überhaupt economisch kan. We gaan een filmpje kijken, want je wilde ook een filmpje van Al Gore laten zien. Ja. Dat is iemand die je heel erg inspireert. Iemand die al heel lang roept dat de aarde opwarmt en dat we er wat aan moeten doen. En we gaan even kijken, dat was afgelopen januari, was hij in Davos. Ja, World Economic Forum. Ja, wel bekend. Laat maar zien, jongens. Al Gore. And just to put the science in a slightly different context. People are familiar with that thin blue line that the astronauts bring back in their pictures from space. That's the part of the atmosphere that has oxygen, the troposphere, and it's only 5 to 7 kilometers thick. That's what we're using as an open sewer. If you could drive a car straight up in the air at interstate highway speeds, you'd get to the top of that blue line in 5 minutes, and all the greenhouse gas pollution would be below you. We're still putting 162 million tons into it every single day, and the accumulated amount is now trapping as much extra heat as would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every single day on the Earth. That's what's boiling the oceans, creating these atmospheric rivers and the rain bombs and sucking the moisture out of the land and creating the droughts and melting the ice and raising the sea level and causing these waves of climate refugees predicted to reach 1 billion in this century. Look at the xenophobia and political authoritarian trends that have come from just a few million refugees. What about 1 billion? We would lose our capacity for self-governance on this world. We have to act. Oké. Okay. We have to act. We have to act. Dat is best wel boos. Nou, kijk, hij is natuurlijk met de inconvenient truth. Een boze man, zou je zeggen. Maar ik denk terecht boos. Kijk, hij is natuurlijk een man. Hij is vicepresident geweest van de Verenigde Staten. Mm. Hij is een man met invloed. Het is denk ik geen domme man. Hij heeft zich op links of rechtsom is hij zich gaan inzetten voor een beter leefklimaat. Want het gaat ons allemaal treffen. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er gebeurt nu in Afrika en alle mensen die hierheen komen, is niet alleen maar economisch. Dat is ook omdat er geen eten meer is, er is gewoon niks meer en het wordt alleen maar erger. Ja. Dus we kunnen met z'n allen zeggen, joh, weet je wel, dat is van mij, ik ga gewoon lekker op vakantie en als ik mijn leven maar kan blijven leiden zoals ik dat doe, dan is er niks aan de hand. Ja, dan los je het probleem, als we het allemaal zo denken, los je het probleem niet op. Ja. En dat is een beetje ook de reden waarom we doen wat we doen en waarom iedereen bij ons elektrisch rijdt en ook een soort, ja, je merkt bij een hoop, met name jongere medewerkers, zit er ook echt een soort activistische, en dat is ook prima, weet je wel, veganistisch, activistisch, lifestyle zit daarin. Ja. Hoe ben je dat zelf dan geworden? Want je had ook een andere keuze kunnen maken natuurlijk.
Nou, gek genoeg, ik heb eerst voor grote bedrijven gewerkt. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen hadden we een heel groot gedeelte van onze klanten in cleantech en greentech. Met een mooi woord, alles wat te maken heeft met groene technologie, afvalverwerking en dat soort dingen. En toen, ik ben in Brazilië geweest, ik ben in Ghana en in allerlei plekken in de wereld geweest waar we enorm goed in staat zijn om alles wat er is te vervuilen en kapot te maken. Smerig. Ja, dat zie je. Als je door Nederland rijdt, denk je bij jezelf, nou ja goed, dat maakt stikstof zo ook zo ongrijpbaar. Weet je, je ziet en je voelt het niet, maar als je daar ziet, gaan er dus boten met ons afval worden daar gedumpt. Dan lopen mensen op gigantische bergen, er is een soort economie rondom afval. Ja. Toen ben ik wel een beetje wakker geworden. Ik zeg, dat kan niet de toekomst zijn. Zo kunnen we niet doorgaan. We geschrokken. We kunnen niet zo door blijven consumeren. We kunnen niet eindeloos blijven doorrijden met grote dikke V8 en 12 cilinders. Ondanks het feit dat ik ook altijd geïnspireerd was door het geluid. Maar ik denk toch, als je een beetje... en dus met name voor, wat laten we na voor onze kinderen? Ja. Nou, dat ziet er niet zo mooi uit. Wij zijn de eerste generatie waarbij wat we hebben gekregen en wat we doorgeven significant slechter is. Ja. Ja, en ik begrijp wel dat, want dat was je vraag, dat Al Gore, die heeft, zo boos is. Hij zit wel op het World Economic Forum. Hij heeft alle data en hij maakt zich daar boos over voor maar een heleboel andere mensen. Als groene prins, om het maar even zo te zeggen, in plaats van oranje prins, is het dan niet gewoon... frustrerend ook zelf om dat te zien. Want ik neem aan, je spreekt met mensen. Waarschijnlijk zelf Al Gore ook wel eens gesproken vanuit je positie. Nee, ik heb Al Gore nog nooit gesproken. Oh, nee. Niet. Maar frustrerend, weet je. Kijk, je moet, dat is een gezegde van... Als jij één iemand helpt in de wereld, maak je de wereld al een betere plek. Mm-hmm. En ik ken mijn eigen beperkingen. Dus, dus daarom denk ik dat we doen wat we doen. Ja. Wij proberen gewoon door... Niet te gillen, maar gewoon door dingen, door projecten te ontwikkelen. Mm-hmm. Nederland te helpen, en niet alleen Nederland, maar zometeen ook Europa te helpen verduurzamen. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Helder. Je onderneemt als Oranje. Iemand van Oranje Nassau, nou, dat zou wel makkelijk ondernemen zijn, of niet? Ja, die vraag, je bent niet de enige die vraag stelt. Ik denk dat het antwoord ja en nee is. Ik denk dat sommige mensen gaan de telefoon... nemen wat sneller de telefoon op. Sommige mensen gooien de haak er ook op en nemen hem niet op. Weet je wel? Dus er zijn een heleboel vooroordelen waar je tegenaan loopt. Oh. En die vooroordelen, die kan je nooit helemaal wegnemen. Wat zijn dan die vooroordelen? Ja, zijn sommige mensen republikeinen die zeggen, joh, ik wil helemaal niks met het Koningshuis te maken hebben. Dus het is een goed recht. Ja. Als ze dat niet willen. Het is eigenlijk 50-50 geworden en ik denk de afgelopen jaren is het eerder een iets waar mensen wat negatieve connotatie bij hebben dan dat ze zeggen, nou, meteen de telefoon opnemen. Want uiteindelijk moet je natuurlijk doen wat je belooft. Mm-hmm. Maakt niet uit of je Jantje, Pietje, Klaasje of Van Oranje heet. Nee, natuurlijk. Je moet werken voor je geld. Dat is eigenlijk... Ja, maar je moet doen wat je belooft. Ja. En je moet iets doen waar mensen wat aan hebben. En als dat niet zo is, ja, dan gebeurt het. Als ondernemer. Ja. Maar de populariteit van de monarchie neemt af, blijkt uit onderzoeken. Heb je daar last van in het ondernemen? Nee, maar je merkt wel dat sommige mensen die vroeger misschien zeiden van, oh wat leuk, weet je wel, kijk eens wie er belt. Nou, ja. Dat is zeker niet meer zo. Die tijd is voorbij. Die tijd is wel voorbij. Ja. Nou. Dus het is eerder een nadeel dan een voordeel om Oranje te heten? Nee, maar ik denk dat het 50-50 is. En uiteindelijk maakt niet uit hoe je heet. Je moet doen, je bent wie je bent. Je weet waar je vandaan komt en je staat waarvoor je staat. Ja. That's it. Nou, we gaan een nieuw filmpje bekijken. Want 3 jaar geleden brak de coronapandemie uit. Daar zijn we allemaal getuigen van geweest. En je wilde een filmpje laten zien. Of we hebben een video... waarin Amsterdam echt leeg is. En dan zie je dus ook dat er veel minder energie werd verbruikt. Maar het was ook ander leven. We gaan heel even terugblikken. Zullen we dat doen? Thank you.
Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Hoe heb je de coronapandemie doorleefd? Nou, ik denk, kijk, als je het ziet, dus één is het, ik word een beetje, je wordt er melancholisch van als je totdat je beseft hoeveel leed het heel veel mensen heeft berokkend. En want dat is natuurlijk first and foremost. Er zijn heel veel mensen ziek, er hebben heel veel mensen blijvende ellende en schade. Dus, het was verschrikkelijk. Dat gezegd hebbende. Was het een moment van bezinning? Ik geloof dat we heel snel weer vergeten zijn, zeg maar. In ieder geval een groot aantal, op de meerderheid, is denk ik heel snel weer vergeten. Denk ik van, oké, dat is geweest, laten we weer doorgaan. Ja. Met het leven, wat ik denk ik ook gezond is, want dat is de overlevingsdrang van mensen, om ook na oorlogen en ellende gewoon zo snel mogelijk gewoon door te leven. Maar het was wel een hele aparte en ook wel bijzondere tijd. Ja, want bijzonder in wel, dan moeten we altijd uitkijken hoe je dat interpreteert, maar ja. Bijzonder in de zin dat als je inderdaad kijkt dat er gewoon geen vliegtuiglawaai was. Er liep niemand door straat. Ik liep bij mijn vrouw, liep met mondkapje, ging je een stukje wandelen. Want dat mochten we in Nederland gelukkig wel. Je loopt door de stad en er is gewoon helemaal niemand. Helemaal niemand. Leeg. Maar ook eng, weet je wel? Dat je, er was natuurlijk zo'n angst van wat gebeurt er? Je liep om mensen heen en je denkt, wow, als jij het maar niet hebt, weet je wel? Dat, Zelf corona gehad? Ja. Ziek geworden? Ja, zeker. Heel ziek. Oh? Goed ziek geworden. In welke zin? Nou, een paar weken ziek geweest. Ik heb zeker 2 weken echt met hele hoge koorts gelegen. En ik dacht in het begin, het begon langzaam. En ik dacht in het begin, als dat het is, dan valt het wel mee. Maar dat dacht ik 1 dag. En toen, echt plat gelegen. Ja, de eerste keer wel. De tweede keer, ik heb het geloof ik 3 keer gehad of zo. Ja, maar wel inenting gehaald. Keer. Ja, zeker. En dan ga je als prins tussen alle burgers ga je inenten. Ja, hoe voelt dat? Het mooie daarvan is dat iedereen een mondkapje heeft. Niemand een kindje. Niemand een kindje. Oké. Maar dat gezegd hebbende, een van de dingen waar je het over wilde hebben met ons is, wat is geluk? In de zin van, hoe vind je geluk? Een hele filosofische vraag. Maar een van de dingen, kijk, voor mijn kinderen was het echt anders. Hè? Want die zitten natuurlijk in hun, in hun eind tienerjaren, begin 20, studeren, middelbare school. Dus voor hun was het natuurlijk een enorm gemis aan sociale interactie. Maar voor ons, weet je wel, we hadden 2 oudste kinderen waar het huis luidt, die waren in 1 keer weer terug. Weet je wel. Dus je hebt heel veel kostbare tijd waar je ook heel veel tijd samen met elkaar bent. Waar wij met z'n tweeën van dachten van wauw, weet je, dat is toch wel, hoe verschrikkelijk het ook is, zeg maar. Dat was, elk nadeel heeft zijn voordeel. En dit vonden wij wel heel fijn en bijzonder om gewoon zo met z'n vijven te zijn. Want hoe vaak ben je dat nou? De agenda zit altijd vol, je bent altijd weg. Mm. Dus om zo intensief met elkaar te zijn en het journaal te volgen en te beseffen wat er gebeurt om je heen in de wereld, dat vond ik wel. Maar wat is geluk voor je dan? Ik denk toch. Het feit dat je samen bent, het feit dat je. Ik weet niet hoe ik een keer emotioneel voor word. Ja, mag. Maar dat je gezonde kinderen hebt. Dat je gewoon een met elkaar een goed leven hebt en dat je dat dus enorm beseft. Stom, hè? Maar we hebben ook vrienden die dat niet hebben en die gescheiden zijn en waar het alleen maar ellende was. Mm. En dan besef je dat geluk is niet ver weg, zit niet in een mooie auto, maar dat zit in gezondheid, samen zijn, interactie. Dat is het geluk. Dat is geluk. Dus gewoon met elkaar, samen. Ja. Maar besefte je dat eerst niet? Jawel, want daar hebben we altijd naar gestreefd. Om heel veel tijd met elkaar te zijn. Om bewust, hè, als je het geluk hebt dat je kinderen kan krijgen. En dat die kinderen gezond zijn. En
Dus wij hebben een heleboel dingen ook niet gedaan om heel veel tijd met elkaar. Dat je later nooit zegt van ja, we waren er niet. Weet je, ik denk dat kinderen, ik moet het zelf zeggen, kunnen altijd zeggen. Weet je, we waren er. Maar ook omdat ik zie dat als het één keer alles is gelopen. Wat dan? Ja, wat voor enorme pijn dat doet. En, dus ik besef me dat je daardoor. Dat het echt geluk is. Het echt met elkaar. Stom, met spijt me. Ik had ook helemaal niet. Spijt dat we je absoluut niet aan te bieden. Het roertje. Nee, maar het feit dat je. Ja, dat je gezonde kinderen hebt. Dat je een gelukkig huwelijk hebt. En, dat eigenlijk. Al valt alles van je weg. Alle materiële zaken. Dat maakt dan niet zoveel uit. Maar er zijn andere voorbeelden, zei je net. Ja. In te treden, maar in de vriendensfeer, weet je wel, waar kinderen in één keer ontvallen en of andere verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja. En dan besef je, weet je, dat zijn toch momenten dat je beseft van, joh, de rest maakt eigenlijk allemaal geen bal uit, in ieder geval voor mij, weet je wel, voor ons. Maar er is dus iemand overleden in je omgeving? Er zijn de afgelopen tijd heel veel mensen helaas zijn overleden. Niet aan corona, maar en ook kinderen helaas. Hmm. Wil je erover praten? Nee. 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 Maar doet je wel wat? Ja, het doet me heel veel. Is dat een hefboom die je dit doet beseffen dat je geluk hebt dat kinderen er bijvoorbeeld zijn? Ja. Nou ja, goed, dat is voor iedereen anders. Ja. Hè? Want normaal is geluk is niet een vast. Dat is iets wat je samen voelt en beleeft. Maar heeft die coronatijd dan iets goeds gebracht in die zin? Nou, wat ik net zei, kijk, ik weet hoeveel leed het andere mensen heeft gedaan. Maar in die zin heeft het voor ons toch wel weer verdieping gegeven en tijd met elkaar. En dat neem je nooit meer af, wat er ook gebeurt. De kinderen worden groter, die waaieren uit. Sommigen zullen misschien naar het buitenland gaan, of niet. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat moeten ze doen. Hè? Want ik bedoel, kinderen zijn niet van jou. Je hebt ze een tijdje, mag je ze. Iedereen heeft zijn eigen leven. En het geluk dat je een tijdje met elkaar mag zijn, maar daarna is het hun eigen leven. Dat heb ik ook met mijn ouders. Ik weet niet hoe je dat met je ouders hebt ervaren, maar weet je wel, je hebt een band met je ouders, maar het is jouw leven, weet je wel. En dat is het leven van mijn kinderen, is hun leven. Ja. Ze zijn niet voor mij. Dus ze zijn, je laat ze gaan. Ja, je moet ze altijd laten gaan. Je moet ze laten gaan. Ja. Dat gezegd hebbende, als we nou kijken naar het ultieme geluk, wat voor een tip kun je aan mensen geven die geluk zoeken? Dat vind ik heel moeilijk en ik vind het ook heel lastig om tips te geven, want ik besef me dat we een ongelooflijk goed leven hebben. En ik besef me dat er een heleboel mensen zijn die dat niet hebben. Dus ik zou ook pedant vinden als ik dat. Misschien moet ik de vraag anders stellen. Ja. Hè, er zijn mensen die zeggen van nou, zoals Maurits van Oranje leeft, dat wil ik ook. Hè, dat is ideaal, perfecte huwelijk, perfect plaatje. Hij heeft voldoende werk, hij werkt er wel hard voor, maar toch, dat wil ik ook. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het enige wat ik kan bij mezelf houden, ik kan zeggen van, ik ben een gelukkig mens en ik voel me bevoorrecht, weet je wel, dat je inderdaad fijn en goed werk hebt, dat je een gelukkig gezin hebt, leuke vrienden, weet je wel, dat zijn toch, ik bedoel, de interactie en het samen zijn is voor mij belangrijk. Maar wat ik wel zeg, daar hebben we het ooit in een voorbereid gesprek over gehad. Want ik zie de enorme onvrede bij mensen. Mm. En alleen maar naar kijken van wat heb ik niet. En dat maakt je zeker niet gelukkig. Dus wat je niet gelukkig maakt is alleen maar om je heen kijken wat heb ik niet. En wat vind ik wel dat van mij is. Een voorbeeld van wat heb ik niet? Nou ja, wat je merkt is gewoon dat als ik kijk op televisie, ik kijk naar het journaal. Ik zie hoeveel mensen, en ook soms ook vaak terecht. Maar soms ook te weinig stilstaan bij de kleine momenten die uiteindelijk echt bepalen of je blij of niet blij of gelukkig of niet gelukkig bent. En we laten ons ook heel snel opruien en opjutten. En ik zie sommige mensen dingen zeggen, ik denk bij mezelf, joh, ik begrijp het niet. En ze zullen er ongetwijfeld hun motieven voor hebben, maar in essentie denk ik dat je altijd
proberen is sommige dingen klein te houden. Kijk, wat is nou echt belangrijk? Weet je, sommige mensen zie ik die echt heel veel geld hebben, alleen maar meer. Klopt, maar dat is de alleen ene maar kant. Alleen maar meer. Er zijn heel veel mensen, ook in deze stad, die het ontzettend moeilijk hebben. Die eindjes aan elkaar moeten knopen. Die van alles en nog wat doen om het einde van de maand te halen. Ja, en er zijn ook een heleboel mensen die echt heel veel geld hebben en alleen maar bezig zijn met meer. Wat brengt dat dan meer in je leven? Ja. Ik weet het niet. Nee. Maar daar heb je geen tips voor. Ik durf dus geen tips te geven aan, weet je, want ik bedoel. Het is verschrikkelijk als je, en het is ook, ik kan me voorstellen dat het heel weinig geluk geeft als je elke maand enorme zorgen hebt hoe je de volgende maand of de volgende week gaat doorleven. Ja, dat zou ik ook weer pedant vinden om te zeggen, dat kan ik me voorstellen. Maar ik bedoel, dus durf ik daar geen tips voor te geven. Maar voor een hele grote deel van mensen die het op zich best prima hebben, denk ik bij mezelf, ja, zou ik het enige advies willen geven wat wij zelf, en ik denk dat corona daar wel aan mee heeft geholpen, of niet, dus aanmerksteek, is inderdaad door te kijken, wat is nou echt belangrijk voor je? Ja. Wat dus maakt kijk je blij? Naar bij jezelf, wat houd vind bij jij jezelf, belangrijk? Houd bij jezelf, houd bij jezelf. Kijk niet naar anderen. Maak je niet vrolijker. Oké. Okay. Afsluiten met een vrolijke vraag. Mag dat? Altijd. Oké. Okay. Het is Koningsdag, 27 april. April. Je neef is dan jarig. Gaan we toch weer terug? Toch weer u? Ja, dat is om koninklijk gaat. Maar je neef is dan jarig. Hij is 10 jaar koning. Je gaat naar Rotterdam. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat het een hele leuke dag wordt. Rotterdam doet ongelooflijk zijn best om daar een hele mooie dag van te maken. Ik weet ook zeker dat het wordt. Het maakt niet uit of het regent, de zon schijnt. Het gaat ook daarbij om de blijheid en ook om de kritiek, hè, want die is er ook zeker. Laatste vraag dan. 25 jaar huwelijk. Gaan jullie dat groots vieren? We gaan het zeker vieren, maar ik denk, wat is de definitie van groots is altijd mooi, hè? Maar ik denk, we gaan het zeker vieren met mensen die ons dierbaar zijn. Helder. Dan wens ik u heel veel succes. Dankjewel. En een fijne Koningsdag. Dankjewel.